Mark en ik ben Gerrit. Ik vertel onderweg wat we zo al meemaken. Wij varen tussen kademuren door. In de kademuren komen we beeldjes tegen. Die zijn allemaal gemaakt door de Amersfoortse beeldhouwer Tom Mooi. En die beeldjes hebben allemaal een knipoog naar de historie van Amersfoort. Het eerste beeldje hebben we nog voor de overkluiting niet aan. Dat was het vrouwtje van de boterkelder. Zij verkocht kluitenboter. En daar heeft ze waarschijnlijk zelf aardig van gesnoept, want ze is flink uit de kluiten gewassen. Vroeger ging het vervoer hoofdzakelijk over water. Wegen waren niet verhard, het waren bulten en kuilen. En dan krijgen we hier vlinders op het vlak. Dat heeft te maken met de vlinderactie van Waterlijn uit 2001. En dat deden wij om de vlinders van te verhogen. Deze overkluiting is overigens ons botenhuis. We varen hier onder de rode spoorlijn door. Dat is een rotsplantje uit het Middellandse Zeegebied. Ja, dit is ons Pietje. En die kijkt heel verbaasd over de rand van zijn wagen. En Pietje, die heeft daar toch een soort van trauma aan overgehouden. Pietje Mondriaan is hier op het korte gras, want wij varen nu op het korte gras, is hij geboren. Mondriaanhuis. Links van de voordeur was het woonhuis. Het atelier wat Piet had in Parijs, dat is schaal 1 op 1 nagebouwd. Aan de andere kant, op de plaats waar nu de huizen nummer 15, 17 en 19 staan, stond vroeger de grootste bierbrouwerij van Amersfoort. De Drie Ringenbrouwerij. In de kademuur weer een beeldje. Dat is een van de gezusters Drakenburg. Te verwarmen werd dat de sjoel gehouden in dat kleine huisje hier. Dezelfde keer je neus tegen de klaagmuur in Jeruzalem. Het laatste gebouwtje is het huisje van de koster. Alleen de koster was niet Joods, want een Jood mag op Sabbat niet werken. En als er op Sabbat sjoel gehouden wordt... Het laatste beeldje in de kademuur is een zingende rabbijn met een Torahrol in een handje eraan. Nou, hier varen we dan de lijn van de oude binnenstad uit met de muurhuizen links en rechts. Hier hebben we dus de aanzet van de waterpoort, de hoogte van de eerste stadsmuur en daar het ovale raampje, waar het glas. In muurhuizen woonden welgestelde mensen en die lieten dat blijken door de aanplant van een rode beuk. Dan voor de boot het huis met de paarse ruitjes. En dan bedoel ik eigenlijk niet die donkerpaarse, want dat waren ooit gebroken ruitjes. De lichtpaarse ruitjes op de eerste verdieping. Hij kon glas kopen in Duitsland, wat helder en vlak was. Het vuur op het tonnetje of achter in de tuin, dat houten hokje met die deur met dat hartje erin. En dan waren we af op de tweede stadsmuur. Hier zijn de bogen niet dicht gemetseld. Deze poort, dit bouwwerk dateert ongeveer uit 1400. En toen is hij weg ontstaan. Afhankelijk was hij rondweg, later is het watersnood. Zijn er meer mensen omgekomen dan in de watersnood van 1953. Om de toegang tot de stad af te sluiten. En Rastitrussen kunnen wel 2000 jaar oud worden. Dus hij heeft nog even te gaan. Hij werd aangedreven door een waterrad. En die as van het waterrad ging waarschijnlijk daar naar binnen. Nee. Voor de boot een treur beuk. Een beuk heeft eigenlijk de vorm. De panden aan die kant met de groene luiken waren allemaal van de lakenweverij die hier geweest is. Eigenlijk de buitengracht van Amersfoort, de gracht bestond. Nou, het eerste muurhuis wat wij hier zo dadelijk krijgen op de plaats waar de eerste muur heeft gestaan, dat is Huis Bolleburg. Is ons breedste muurhuis. Wat tegen aan staat is mogelijk een botenhuisje geweest bij de binnenste gracht die daar gelopen heeft. In de Franse tijd werd dat even verzonnen. Hoe meer vensters, hoe rijker. Ja. Als je vroeger in Amersfoort kwam, ja, dat zijn twee kinderen op klompjes. En de kindjes gingen hier over deze brug naar het klompenschooltje. Wat is een klompenschooltje? Een bewaarschool, vreugelschool, kleuterschool. Tegenwoordig heet dat groep 1 en 2. We komen aan bij het op één na oudste stenen huisje van Amersfoort. Maar goed, dat is het pandje met de witte zijgevel, het trapgeveltje aan de achterkant. En klok en nog authentieke muurschildering terug te vinden uit de koer. Ja, dit is heel smal. Ja, de eerste brug dateert uit 1616. De tweede brug was de oudste periode van 300 jaar overbruggen geweest. Ja, en hier hangt een emmer. Water uit de gracht. Het was vroeger niet toegestaan om je stoep te schrobben met minder toe. Dat is een heel mooi bootje. Af en toe vaart de man ermee op het boot. Dat staat erop. En dan komen we aan bij een tiental nieuwe huizen.
die gebouwd zijn op de plaats waar vroeger een... De brug is een beetje laag. Ik noem dit wel eens de brug der zuchten. De brug der zuchten is in Venetië, ook dat weet ik. En dit is onze laatste stad. Maar er komt wel water uit. Wel water. Bronwater. En dat stroomt door dat pijpje gewoon de kracht in. Met in het landhoofd Cerberus de helle hond. Eigenlijk met drie koppen, maar Tom Mooi, die al die beeldjes heeft gemaakt, die verstroopt het water niet langs de hele gevel naar beneden, maar druppelt op de dan moest je dus buiten blijven staan. Tegenwoordig hebben we een prachtige grote hal, dan sta je binnen, maar vroeger... Hoi! Maar vroeger was het dus bij school. De godin van de wijsheid moest ook buiten blijven. En in de zomermaanden, juli en dat, dan moest er toch wat. En dan kon je hier je kostje kopen. Plehieten. In drie muurhuizen, het Stadsmuseum van Amersfoort, 1898, tijd gebouwd in neo-Hollandse renaissance stijl. En als we dan zo aan de Kroontjesbrug voorbij varen, weer het oude Amersfoort binnen. En het gaat wit gebouwtje, ja, het is een beetje groen geworden, maar het is officieel een wit gebouwtje. Wordt ook wel het kleine kerkje genoemd. Dat was helemaal geen kerkje, dat was een bierhuis, een kroeg. Het heeft wel iets met een kerk te maken, maar drank, geen klank. De jongste zanger bleef achter. Als de preek bijna was afgelopen, rende hij over de bruggetjes heen daar naartoe. Aan de zijkant zit een houten luikje, hij klopte op het luikje. Daar stond een borreltje voor hem te wachten, sloeg het borreltje achterover en nam het koor mee. Na de preek kon het koor mooier zingen dan ervoor. Op een elleboogsteen, vandaar elleboogkerk. Er zijn actes gevonden uit 1384 en het blijkt dat hier het huis is geweest. Het water wat hier uit de gracht in stroomt is ook weer bronwater, welwater. De brouwerij zat op nummer 23. Volgens mij is gedaan. Een eenhoorn. Een eenhoorn is ook weer een mythologisch figuur die alleen maar door een welbetaler. En de deur die we daar zien. Een engeltje of een pot heeft te maken met Café de Engel, maar ook met de archeologen. Want dit wordt even vervelend.